Vorige week stonden we hier ook, weliswaar met een ander gevoel. Ja, wat kan er dan veel in een week gebeuren? Ja, kijk, ook vorige week had ik, zeg maar, na twee dagen, was mijn bitterheid was weg. Omdat ik namelijk had een ploeg zien spelen dat, heel veel initiatief had, heel veel kansen had gecreëerd. En alleen dan uiteindelijk de enorme domper was dat van die 88e minuut. Nou, en vandaag zie je een PSV dat tegen een ploeg dat eigenlijk met een handbalverdediging speelt. Waar wij de eerste helft heel moeilijk doorheen kwamen. Wel het geduld hebben bewaard. En uiteindelijk krijg je al een gevoel richting die rust dat VVV een aantal spelers lagen naar lucht te happen. Nou, dan wist ik wel dat we de tweede helft wat ruimte zouden krijgen. En dat we ook wel dat moment van dat we gaan scoren. Dat gevoel had ik helemaal. Toen gingen ze er niet in. Dat is het enigste. Maar ik denk dat we toen eigenlijk wat beter speelden. Alleen het geluk niet echt mee hadden. Maar vooral ook met de uitslag die al bekend was vanuit Amsterdam eerder deze middag. Ja, is het alleen maar lekker dat we nu voorlopig even gewoon lekker bovenaan staan. Was Jonathan dan het duwtje wat het team nog nodig had? Hij heeft daar natuurlijk wel daar een rol in gespeeld. Kijk, ik vond namelijk in die hele kleine ruimte, ik kan niet zeggen dat Danny het slecht heeft gedaan. Ik denk alleen dat Jonathan daar wat belangrijke rol in kan spelen. Met hulp natuurlijk van de tegenstander op dat ene moment hè, met die terugspeelbal, ja, daar zit hij goed tussen en dan breekt hij de wedstrijd open. Pô, me sinto bem feliz por SBT ter me dado mais uma oportunidade hoje e ajudar a equipe a chegar ao primeiro lugar, que é o mais importante. E tô feliz também por ter feito dois gols. Porque é uma história um pouco aparte, um pouco raro, não? Sim, é difícil jogar num clube grande como o PSV, tem que ter muita personalidade para jogar aqui. E graças a Deus tô fazendo um bom trabalho com o grupo. Je pude ser feliz hoje, fazendo dois gols. Is dit het stapje of het duwtje wat Jonathan dan nodig heeft in zijn proces? Ja, kijk, dat is wel. Kijk, ik hoop alleen dat iedereen daar begrip voor op kan brengen. En ik vraag ook om begrip, omdat namelijk binnen het beleid wat er gevoerd wordt, ja, dan past dit wel in het beleid. Maar het wil helemaal niet zeggen dat hij over 14 dagen gewoon weer deelnemer is van dit PSV. Dat hoeft helemaal niet tussen. Er zit 14 dagen tussen en. Ja, ik kan daar inhoudelijk helaas voor de mensen en voor alles en iedereen kan ik daar niet op ingaan. Não tem explicação, não tem palavras. Fazendo um gol no estádio do PSV maravilhoso, sem palavras. Blijft een apart verhaal, hè? Jonathan, hoe leeft dat binnen jullie, bij jullie binnen de groep? Ja, wij willen hem gewoon erbij hebben en iedereen is overtuigd van zijn kwaliteiten. Vou continuar do jeito que eu estou agora, trabalhando forte com a ajuda do PSV. Als we even naar het Nederlands elftal gaan, je wil jezelf iets meer tijd geven om daar uiteindelijk klaar voor te zijn. Als ik naar die 2-0 keek en zag hoe hoog je kwam, zou ik zeggen, die is er toch gewoon klaar voor? Ja, maar ik moet eerlijk naar mezelf zijn en ook naar de bondscoach. Ik heb gewoon heel lang geen zware wedstrijden achter elkaar gespeeld. Dat is nu pas weer voor het eerst in een lange tijd. En voor mij is op dit moment gewoon PSV nu het belangrijkste. En ja, ik heb gewoon nog heel veel wat meer wedstrijden nodig. En als ik het niveau vast blijft houden en ik denk dat het alleen nog maar beter kan worden door wedstrijden te spelen. Ja, als de tijd over een paar maanden er is en hij roept me nog een keer op wat ik natuurlijk hoop, ja, dan ben ik er wel weer bij, maar nu nog niet.